een nieuwe zakdoek uit. Ja, goed idee. Ik weet wat. Oreo, brownie, pindakaascakejes. Of, ja, we moeten toch iets verzinnen bij die naam. Maar ja, laten we beginnen. Nou, ik heb even rondgezocht in mijn kasten. En ik heb pindakaas gevonden. Nog meer Oreo's en een brownie mix. En die kunnen we alle drie goed gebruiken. Ja. Nou, je kan gewoon een brownie mix kopen. Dat hebben wij gedaan. Of je kan zelf een brownie maken. Maar dat ligt allemaal aan jou. Dus dat bepalen wij niet. Dus we hebben pindakaas nodig. Maakt niet uit welke pindakaas. 24 Oreo's. En een brownie mix. En voor deze brownie mix hebben we 150 ml water nodig. En wat ook handig is, is een mixer. Ja. Laten we beginnen. Nou, we gaan de oven voorverwarmen. En dat doe ik dan op hete lucht plus. En dat doen we op 177 graden, zodat de cakejes er meteen in kunnen. Zo. Ja. We gaan nu de brownie mix maken. En ja, we gaan eigenlijk gewoon de stappen op ons pak volgen. Het is gewoon belangrijk dat je je brownie mix maakt. Dus ja. Wij doen het op de manier hoe het moet. Oké, bij de homemade verpakkingen moet je altijd alleen maar water toevoegen. En dat was gewoon heel handig voor ons. Zo. Water erbij en mix maar. Eerst even doorroeren, want anders dan stuift het allemaal. We kunnen verder gaan. Ja. We gaan nu de cupcake vormpjes in de muffin tray doen. Ja. En je moet er gewoon 12 vullen. Ja. Zo. En dan gaan we zo uitleggen hoe je verder moet gaan om de cakes te maken. We gaan nu de Oreo's met pindakaas besmeren. Ja, en dat doen we met een paletmesje of zo. Ja, het is een kleintje. Ja. Zo, deze. Stop. Nou, wat je doet is je pakt je Oreo en je mesje. En dan pak je wat pindakaas met dat mesje. En dan smeer je dat gewoon op de Oreo. Zo. Heel simpel. En het hoeft niet per se perfect, maar het gaat gewoon meer om de smaak. Zo. En dat doe je dan toch ook aan de andere kant? Ja, precies erop zetten. Kijk maar, je zet deze erop. En dan doe je weer een laagje pindakaas. Oeh. Knoeien. Nee, dat geeft niet. Zo. Dus je smeert het er weer op. En dan kun je verder met de volgende. Kijk maar. Je zet de Oreo in de muffinvorm en dan ben je klaar met dat. Nou, de pindakaas hebben we al op de Oreo gesmeerd. En dat zit nu allemaal in de vormpjes. Dus laten we het beslag erbij toveren. Wow. Die hadden we er net al gemaakt. Ja. En we gaan zeg maar met een lepel een beetje beslag doen, onze lepel doen. En dan gaan we dat voorzichtig in het cupcakevormpje doen. En er omheen en een beetje erop. Ja. We zullen het nu even van dichtbij laten zien. Nou, de cupcakes die zijn klaar. Kijk maar. En nu gaan we die in de oven doen en dan doen we gewoon de rooster. Zo. En dan moet 18 tot 20 minuten in de oven zijn.
we hebben de cupcake al uit de oven gehaald. En we gaan nu proeven of die heel lekker is. Maar eerst gaan we even laten zien hoe die eruit ziet. Dus de camera moet even hier naartoe komen. En kijk eens, oh wat mooi. Je ziet al die laagjes heel mooi. Ja, nou, let's try it to prove. Dat klinkt echt heel grappig. Het is heel heet. Ja. Oké. Okay. Even kijken. We doen het even met de vork, want het is erg warm. Zo. Dus. Wow, de Oreo is ook echt gewoon zacht geworden. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet hieronder te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Want we gaan nog meer video's maken natuurlijk. Ja, en wij gaan wel even verder met smullen van onze lekkere cupcakes. Doei doei! G-O-D, F-O-D, Good Food! Met Alia de Schwee en Tara de Korte.